Het kan je niet ontgaan zijn. Je kunt weer stemmen voor de medezeggenschapsraad. We stellen de twee lijsttrekkers aan je voor aan de hand van hun standpunten over een bepaald onderwerp. Dit is Richard Wiltjer van de nieuwe partij Lijst Sterk. Hoi Richard. En van de Hanse Studentenbelangenvereniging HSV is dit Floor Seidsma. Het onderwerp is modernisering van het onderwijs. Anno 2015 wordt het tijd dat de Hanse Hogeschool Groningen gaat moderniseren. De Rijksuniversiteit Groningen doet het al een tijdje. Videocolleges. Hoe ideaal is het als jouw college wordt opgenomen en jij deze lekker thuis achter je bureau bij het voorbereiden van je tentamen nog een keer kan nakijken. Bovendien wordt het tijd dat docenten op een andere manier gaan lesgeven. Het mag niet zo zijn dat jouw docent nog steeds een Wolters Noordhof boekje voorleest of een PowerPoint van 2 jaar geleden gebruikt. Nee, het moet persoonlijker, het moet beter, het moet interactiever en de Hanse Studentenbelangenvereniging maakt zich hier hard voor. Modernisering van het onderwijs. Dat is nogal een breed begrip. Ik zie niet hoe je hier tegen kan zijn. Je moet altijd met je tijd meegaan. Lijst Sterk is van mening dat onderwijs naar de 21ste eeuw gebracht moet worden. En wat houdt dat in? Dat je gebruik maakt van innovatieve nieuwe methoden. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, denk aan apps tijdens lessen. En wij vinden het jammer dat dat nog niet wordt gebruikt. En wij willen eigenlijk op inzetten dat hier meer naar wordt gekeken hoe dit geïmplementeerd kan worden in bestaande curricula. Het klassikale onderwijs is niet altijd even spannend en even uitdagend. En wij vinden dat er meer aandacht besteed moet worden om te kijken naar alternatieve onderwijsmethoden. Duidelijk, of niet? Stemmen kan nog tot en met 25 mei.